Hi Waterman, leuk je kijkt in de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 12. En dat is van maandag 20 maart tot en met zondag 26 maart. Mijn kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week een week is waarbij er een besluit genomen mag worden, Waterman. En dat besluit, dat is echt even iets waar je heel goed over na moet denken. Je houdt het echt wel goed in evenwicht, hè? Dus het is niet een stukje waar je ineens denkt, oh, ik heb iets verkeerd gedaan. Nee, het is een stuk gewoon waar je de tijd voor mag nemen om te overwegen waarom je iets wel of niet zou doen. En er is ook geen goed of geen slecht. Alleen, ik heb het idee dat je dat besluit nog niet helemaal wil nemen. Je lijkt ook gewoon de tijd te nemen. En ik heb ook het idee dat je het vooral ook een beetje van de omgeving laat afhangen. Wat er nu eigenlijk gaat gebeuren. Jij bent het gewoon wel echt aan het wikken en aan het wegen. En het besluit, ja, dat is er eigenlijk gewoon nog niet. En ik heb ook niet het idee dat je daar heel erg druk om gaat maken. Je laat het juist een beetje gebeuren. En misschien ga je daar ook nog wel het gesprek over aan. Maar ik heb het idee dat dat deze week voor jou echt nog niet de week gaat zijn. Dat je er helemaal over gaat uitspreken. Over praten, dat wil je. Maar besluit nemen, dat lijkt er niet te zijn voor deze week. Dus alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.